Oh, wat kijk. Nou, ik zit helemaal vast. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een mega shoplog voor jullie. Met onder andere Bayou's Fashion, Naked, echt mega film van Naked en Zara. Dus ben je benieuwd? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal en dan gaan we snel beginnen met de video. Als je nieuw bent op mijn kanaal, ik ben Floor en ik zou het heel erg leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. En ja, laten we beginnen met Bayou's Fashion. Want die heb ik hier. Trouwens, sorry als de belichting een beetje meh is. Het is heel grauw buiten, maar mijn ringlamp is kapot gevallen. Dus ja, ik krijg een nieuwe voor mijn verjaardag. Dat is namelijk top. Maar ja, voor nu heb ik er dus eigenlijk helemaal niks aan. Dus we doen het met het natuurlijke licht, maar hè, die is niet zo best nu. Maar goed, hè, het moet maar. Oké, we beginnen gewoon met Bayou's Fashion dus. Van Julia, die heeft dus ook een YouTube kanaal en een eigen webshop. En ik heb een kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR krijgen jullie 15% korting op jullie aankoop. Ik zal trouwens alles van deze hele video van Zara, Naked en van Bayou's Fashion in de beschrijving linken. Dus mocht jij geïnteresseerd zijn, wow, ik praat snel, in een bepaald item, dan zou ik zeggen kijk even in de beschrijving. We gaan de zak openmaken. En het is pittig veel. Volgens mij hebben ze wat extra dingen in gedaan. Dus ik ben benieuwd. Ik heb als allereerst, oh my god, dit is zo leuk. Dit heb ik helemaal niet gevraagd. Ik heb, hoeveel waren dat? Ik weet het niet meer. Maar deze heeft er volgens mij extra bij ingedaan. Dit is echt heel leuk. Een rokje in het wit. Is het een broekrokje of is het gewoon een rokje? Oké, het is een gewoon rokje in het wit. Gewoon met zo'n wrap hier. Ziet er echt super leuk uit. En die heb ik in een maatje S nog extra gekregen, dus hartstikke bedankt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ook leuk met een grote oversized zwart truitje of zo. Of een ander kleurtje. Dus dit rokje. Hij heeft trouwens ook aan de zijkant nog een rits. Dus dat gaat wel gewoon lekker makkelijk aan. En ja, voor de rest stretcht hij niet heel erg mee. Dus ik hoop dat ik hem past. En het is wel echt zo'n dik stofje. Dus ik denk ook niet dat hij doorschijnt. Want mijn hand die schijnt niet door. Dus dat is top. Sorry als ik er iets een beetje gehaast doorheen ga. Maar het is allemaal zoveel. Dus ik kan er niet heel lang bij stilstaan. Nog een item die ik niet zelf zeg maar heb aangevraagd. Dus ze zei al, ik heb er wat extra dingen in gedaan. Vind ik echt heel lief. Het is namelijk dit shirtje, want die ken ik wel. Ik heb al heel vaak op haar website gekeken. Dit superleuke shirtje met die tijger. Oh, ik wou zeggen voor de mensen die het niet weten, ik hou van tijgers, maar ik heb nu een ander hoesje om. Ik heb een hoesje met allemaal tijgers. Dus van katoen en dit is er lekker opgedrukt met een roze kleurtje erdoor. Dus deze vind ik heel erg leuk. En deze is denk ik ook echt mega leuk met het rokje. Dus dat shirtje. En welke maat is die trouwens? Ik denk een S. Staat er niet bij. Zit er een pakje in bij of zo? Nee, geen idee. Ik denk dat dit shirtje een maatje S is. Maar ik zal alles dus in de beschrijving linken. Daar kun je ook trouwens alle prijzen vinden. Mocht jij geïnteresseerd zijn. Maar volgens mij was deze uit mijn hoofd 28 euro of zo. Ik heb dat wel eens voorbij zien komen. Maar anders check even de beschrijving. Ja, oh my god. Deze vind ik mooi. Deze heb ik dus wel zelf gevraagd volgens mij. Ik weet het al niet eens meer. Het is alweer even geleden. Oh, prachtig. Dit is een heel leuk zwart jurkje. En je moet hem maar even op de aanbeelden zien. Maar hij heeft dus overal van die ruffle details. Maar als je goed kijkt zit er een zilverkleurig streepje doorheen. Heel mooi detail vind ik die hebben. En verder zit hij gewoon heel mooi met die ruffles. Het is echt zo'n wrap jurkje, zeg maar, die zo om kan slaan. Heel leuk. Deze heb ik in een maatje S. Kijk, hoe zijn die mouwen? Oh, ook leuk. Die mouwen zijn een beetje see-through, ja. Dus dat schijnt gewoon door. En dan heeft hij hier zo'n ruffeltje weer. Een beetje zo'n flare mouwtje. Dus deze vind ik echt heel schattig. Ook met een leuk zilverriempje of zo. Heel leuk. Kan ook wel gewoon met goud, want het zilver is niet heel aanwezig of zo. Want ik draag heel veel goud. Dus mega blij mee. Ze heeft er echt vet veel in gedaan. Zo leuk. Oeh yes, hier ben ik heel blij mee. Dit is het biker setje. Het beige shirt. Hij is ook lekker groot. Dat wou ik ook. Want ik zoek al heel lang een groot beige shirt. Ik vind dat zo mooi. Ook met van die lange mouwen. Dus deze is gewoon heel simpel in het beige. En daarbij biker broekje. Ik moet zeggen, hij ziet er best wel groot uit en stretcht heel goed mee. Dus ik weet niet of die iets te groot gaat zijn. Maar hier ben ik heel erg blij mee. En die valt gewoon lekker groot. Dit is gewoon echt chill, weet je wel. Dat kun je met andere dingen combineren, maar ook gewoon met elkaar setje. Helemaal leuk. Ook op vakantie of zo. Als je niet weet wat je aan moet, doe je gewoon dit aan. Oh my god, ik heb het in een ML. Ik weet niet of dat te groot is. Misschien valt hij wel klein dat ze dacht, ML moet haar passen.
Ik hoop het. In ieder geval dit setje. Helemaal blij mee. Dit zocht ik echt heel lang. Yes. Dit riempje ontvangen. En dit is gewoon zo'n goud chain belt. Zo'n gouden chain belt. Deze is trouwens ook vet leuk. Gewoon met het rokje. Maar ook met het jurkje. Het is drie laags. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Dus en hij voelt ook heel stevig. Wel, ja, ik ga hem niet kapot trekken natuurlijk. Dus deze gouden chain belt. Ze hebben hem ook in het zilver. Maar ik draag dus heel veel goud. Dus ik heb de gouden. Helemaal blij mee. Ja, ik kan zo gelukkig worden van kleding. Het is echt bizar. Na deze shoplog ga ik niks meer kopen de komende maand. Volgende week vlogs als je wil zien of dat lukt. Deze vind ik leuk. Deze heb ik ook niet gevraagd. Maar dit vind ik echt heel leuk. Ik vind het zo lief dat ze er allemaal extra dingen bij doen. Het is echt bizar. Ze heeft me echt veel opgestuurd. Maar goed. Dit beige lange jurkje. Deze vind ik heel mooi. Hij heeft korte mouwen. Dus dat is tof als het warm is. Maar zeg maar te warm voor lange mouwen. Maar te kort voor een kort jurkje. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dit is gewoon een beige jurkje. Valt lekker lang. Vind ik heel erg mooi. Die maxi dresses. Volgens mij is dit midi. Maar maxi vind ik ook mooi. En dit heeft dan nog weer zo'n centuurtje. Waardoor je het lekker strak kan trekken. In de aanbeelden zou je beter zien. Maar dit kleurtje ben ik echt obsessief mee de laatste tijd. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En hij heeft ook een mooie V-hals. Dat vind ik ook heel erg mooi. Dus ik hoop dat dat perfect zo valt. Deze heb ik in een maatje S. Nog het zwart. Ja, deze heb ik gevraagd. Deze vond ik echt mega leuk. Heel blij mee. Kijk nou, dit is eigenlijk hetzelfde als dat zwarte jurkje. Maar dan in het rokje. Dus ja, het is een perfect formaatje. Niet te lang, niet te kort. Gewoon perfect. En hij heeft gewoon een heel mooi layered detail. Dus dat hij met allemaal laagjes heeft. Dat maakt het gewoon wat leuker, vind ik. En hij heeft van die see-through stipjes, zeg maar. Van die dots erop. En een elastieke band. Dus hij rekt echt mega goed mee. Echt niet normaal. Kijk dan. Dus deze vind ik echt geweldig. Met mijn nieuwe Nikki riempje. Of dat gouden riempje zie je ook mega leuk mee. En dan een leuke body of zo erboven. Dus heb ik in een maatje M. Je kan aan haar advies vragen welke maatje moet. Want ik heb eigenlijk altijd S. Maar je ziet al wel dat het best wel wisselt. Zij geeft gewoon advies op jouw maat en op jouw lengte en op alles. Dus ja, dan zal dit wel goed zijn. Want hij ziet er ook echt perfect uit voor mijn maat. Een M'tje. Dus heel erg blij mee. Heel leuk. En deze heeft ook weer een beetje dat zilveren textuurtje er doorheen met van die streepjes. Ik weet niet of je het kan zien, maar dat maakt het wel echt mega leuk, vind ik. Dit is misschien nog wel mijn favoriete outfit, maar ik zou dan zelf misschien witte body of zo op doen. Maar kijk hoe geweldig dit rokje is. Hij is echt te leuk. Maat M is ook echt perfect. Oh my god, ik ben hier mega blij mee. I like. Heel leuk. Helemaal warm van jou. Dit is een broekrokje. In het zwart met wit. Van die dots erop. Mega leuk. Hij is wel echt heel breed. Dus het voelt echt alsof hij te breed is voor mij. Maar misschien als je een riempje erbij doet. Dat je een beetje in, zeg maar, minder breed kan maken. Hoe zeg je dat? Dat je een beetje bij elkaar houdt. Hij heeft hier een rits. Dus dan gaat hij makkelijk open. En verder lijkt het dus op een rokje. Maar het is een broekje. En dat vind ik de laatste tijd echt geweldig. Dus dit broekrokje. En die heb ik in een maatje L. Oh my god, een maatje L. Oké, ik ben benieuwd of die past. Een L, valt die dan zo klein? I don't know, we gaan het zien. Maatje L, ik hoop dat het past. Oh, er ligt hier nog zo'n centuurtje. Dus je kan dat broekrokje wel gewoon met dit eromheen en dan aantrekken, zeg maar. Dus misschien dat die daarom L is. Dat die dan perfect past met dit centuurtje erbij. Het is gewoon precies hetzelfde printje. En dan heb ik als laatste dit roze zakje. En ik weet al wat erin zit. Ze heeft er nog een zonnebril ook weer bij gedaan. Ik hou van zonnebrillen. Echt, ik heb een hele verzameling. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb genoeg, maar ik blijf het altijd gewoon kopen en zo. Het is echt een vet, mooi goud. Echt een hele chique uitstraling vind ik deze hebben. Zonnebrilletje. En dit vind ik echt geweldig voor festivals. En dan een beetje zo. Ja, dit kaartje moet je wegdenken. Beetje zo. Helemaal leuk. Wauw, ik sta versteld van hoe chic deze eruit ziet met dat goud ook. Maar die glazen zijn ook heel chic. Ik weet niet of je het begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, like it. Dus die zonnebril. En dan als laatste een ketting. En dat is deze met allemaal gouden schelpjes. Dus best wel zomers. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze hebben ze volgens mij ook in het zilver. Dus dat waren alweer de items van Bayou's Fashion. Jullie hebben kunnen zien met de aanshots hoe het stond. Ik ben heel erg benieuwd, vooral met de maten ook.
Maar goed, alles staat in de beschrijving. En gebruik dus de code FLOOR. Dan gaan we nu door naar Naked. Naked is echt intens veel. Het zijn 15 items. Dus laten we maar snel beginnen. Voor Naked heb ik ook een kortingscode, namelijk DELVER15. En daarmee krijg je 15% korting op alle items. Linkjes staan weer in de beschrijving. Gaan we snel beginnen. We beginnen met een zakje. Ik heb geen idee wat dit is. Ha! Kijk, daar gaan we weer. Een zonnebril. Beetje hetzelfde steltje, maar dan in het vet groot. Deze. Ik hou ervan als glazen heel groot zijn. Ik hou van hele grote zonnebrillen. Omdat ik een heel groot hoofdje heb. Ik weet niet, ik kan het niet zo goed zien. Maar volgens mij is die echt mega mooi. Ik vind deze sowieso echt heel mooi met heel veel glas. Ja, hier hou ik van. Dus deze, jezus, deze zonnebril. Dan, ik weet al wat het is. Het is echt een amazing mooi rokje. Kijk nou, echt zo'n boho bohemian rokje. Hij heeft zo'n heel mooi borduur printje overal, zeg maar. Het hele rokje is geborduurd. En hij is gewoon wit en ik vind, hij loopt een beetje in de A-lijn en dat vind ik echt heel erg mooi. Dus deze voor in de zomer vind ik geweldig. Ik heb ook dit witte jurkje van Naked met dit printje. Dus ik hou daar echt van. En hij heeft er ook nog zo'n onderrokje door, waardoor het niet doorschijnt. Onderrokje onder, waardoor het niet doorschijnt. Ik ben zo hyped en enthousiast dat ik gewoon niet meer kan praten. Het is echt vreselijk. Ik heb deze in maatje 34. Voor Naked heb ik altijd een 34, want het valt heel erg groot. En hij heeft hier aan de zijkant nog een ritje, waardoor het gewoon weer lekker makkelijk aangaat. Dus dit rokje en deze is ook weer heel erg leuk met een goud riempje of een zilver riempje of een ander riempje. Geweldig. Dan nog een wit item. En ik weet even niet meer wat dit is. Ik weet het alweer. Het is een heel mooi, pretty wit jurkje. Hij moet nog wel even gestoomd of gestreken worden. En hij heeft hele mooie ballonmouwen. Het is echt een heel... Ik weet niet, wat voor stofje is dit? Het voelt wel als katoen, maar wel zo'n kreukelstofje. Je snapt vast wel wat ik bedoel. Maar wel echt mega mooi. Ik vind het detail hier bij de mouw ook heel mooi. Dan heeft hij nog een soort ruffle en dan loopt hij dus heel erg wijd uit. En verder... Gewoon mooi gedetailleerd. Ook bij je taille heeft hij echt zo'n ja, elastieke band. Waardoor het mooi aansluit. Ook dit is weer leuk te combineren met een riempje. En de achterkant heeft hier dan nog een vet mooie druppelvormige opening. Zeg maar, waarmee je hem kan dicht doen. Dus dit jurkje en de lengte ziet er echt top uit. Dus daar ben ik blij mee. Maatje 34 weer. Dit super schattige jurkje. We gaan weer snel naar het volgende. Ik ben trouwens echt mega enthousiast, maar ik kan niet te lang bij elk item stilstaan, want dan duurt de video gewoon echt veel te lang. Maar goed, we zijn bij het volgende item en hier ben ik zo blij mee. Oh, kijk nou dit kleurtje. Dit is een super vet spijkerjasje. Ik zag dat die nieuw in de collectie was en ik dacht, ja, moet ik hebben. En het lijkt een beetje op die Tommy Hilfiger spijkerjasjes, maar dan zonder Tommy Hilfiger als logo natuurlijk. Nou, en hij heeft gewoon best wel brede mouwen. Gewoon een mooi kleurtje. Ik hou hier wel van. Hij heeft ook borstzakjes, dus dat vind ik ook wel schattig. En de onderkant is een beetje gerafeld, wat het ook wel weer speels maakt. Deze heb ik in een vet groot maatje. Ja, oh, vet groot valt mee. Deze heb ik in een maatje 36 en dat is dus een maatje groter dan dat ik normaal doe. Maar ik vind dit soort jasjes heel mooi als ze wat groter vallen. En hij is ook cropped, dus dat vind ik ook heel erg leuk. En als je hem dan een beetje open doet zo, geweldig. Dan, oh my god, ik wist niet dat het dit stofje was. Geweldig. Oh, dat vind ik heel leuk. Dit vet mooie rode rokje. Kijk nou, ik ga dus nog wel op vakantie, want ik had mijn vakantie met Sander al in december geboekt. En die gaat nog door, we kunnen hem niet annuleren, want het gaat allemaal nog door. Dus hè, kun je het wel annuleren, maar dan ben je wel al je geld kwijt. Dus ja, wij denken het gaat door. We proberen het maar gewoon, we zien het allemaal wel. Dus dat is op zich wel heel erg chill. Maar daarvoor, ik ga een weekje naar Griekenland. Is dit super leuk als je gewoon bruin bent en er hoort dus bij pas een topje bij, maar die zoek ik zo wel. Hij is echt vet dik, dus zeg maar totaal niet doorschijnend, echt een vet goede kwaliteit. Dus dat vind ik echt top en een beetje zo'n dikke katoenstof vind ik het. De achterkant heeft ook weer een rits, waardoor je hem weer makkelijk open en dicht kan doen. En deze, oh nee, dat is trouwens de zijkant. En deze is ook weer vet leuk met een riempje of zo. Dus dit super schattig rokje. En het is dus een setje. Maatje 34. En daar hoort dus dit topje bij die ik nu ga zoeken. Ja, dit is zo cute. Kijk nou. Vet mooie dikke kwaliteit. De bandjes kun je verstellen hier. Dus je kan hem altijd strakker doen. En wat ik heel erg mooi vind aan dit topje is dat hij cropped is. Met een mooie V-hals.
En de onderkant ruffles. Dus ja, dat is gewoon heel schattig. Ik ben hier heel blij mee. Deze heb ik wel in een maatje 4. 36. Oh ja, het model had ook een 36 aan. Dus ik dacht, dan doe ik dat ook. Daar kijk ik altijd wel naar. Dus dit topje. Deze is echt... Hier ben ik echt verliefd op. Topje zou ik wel zonder BH dragen, want het zit ook een beetje strak. Maar goed, het maakt nu voor nu even niet uit. En dan dit rokje. Maar dit rokje zit echt perfect. Ik vind dit rokje echt te leuk. En dan met een riempje of zo. Is dit echt een super schattig outfitje. Echt mega leuk. Heel blij mee. Dan iets wits weer. Ik ben echt wel een beetje into wit en beige. Te leuk voor ook in de avond als je uit eten gaat of zo. Dit schattige zomerjurkje. Ook weer dat precies hetzelfde stofje. Dat dikke katoen. Daar hou ik echt van. Is echt heel erg luxe. Dat gaat ook lekker lang mee. Vind ik zelf. Bij mij in ieder geval. Maar wat ik zo leuk vind is dat deze dus mouwloos is. Schattige ruffeltjes hier heeft. Dat maakt het wel heel leuk vind ik. En hij heeft ook nog van die knoopjes. Dat vind ik ook weer schattig. Verder sluit hij als het goed is gewoon mooi aan. Dus dit super schattige jurkje. Mooie V-hals erbij trouwens ook. Deze heb ik in een maatje 36, want volgens mij ook deze viel best wel klein uit. Oh, dit is weer zoiets leuks. Ah, dit is ook even iets wat ik moet stomen, maar dan heb je ook wat. Weer op vakantie, lekker bruin, sandaaltjes eronder. Dit vet leuke zomerjurkje. In het okergeel, met een geweldige V-hals. Weer zo'n heerlijk dik stofje. Dat het niet allemaal doorschijnt of gewoon goedkoop voelt. Het voelt best wel kwalitatief goed. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Verder is dit een maatje 34. Want hij valt ook best wel groot als ik dat zo zie. Dit superleuke jurkje. Hij heeft ook weer een ballonmouwtje. Heel klein. En hier sluit hij gewoon weer mooi aan. Plus hij heeft zo'n centuurtje waar je het weer lekker strak mee kan trekken. Ja, deze vind ik ook prachtig. Weer een jurkje. Ja, maar dit heb ik echt totaal niet in mijn kast. Ik heb hier wel zo'n hemdje van, maar geen jurkje. Hoe kan ik dit laten zien? Die sluit echt prachtig als het goed is aan op je lichaam. Hij is een beetje, zeg maar, je moet hem gekruisd dragen. Dus een beetje lastig om te laten zien. Maar dan heeft hij hier zo'n waterval detail. Hier zo bij de borst. Dus dat vind ik heel erg mooi. Hele mooie touwtjes als bandjes. Dus dat vind ik ook heel mooi zonder BH. Dus ik hoop dat hij gewoon lekker zit. Kijk, er zit ook een onderjurkje onder. Dus dan schijnt hij niet door. Dat vind ik ook top. En hopelijk is dat dus ook bij de titty zo. Dat gaan we zien met de aanbeelden. Maar heel mooi chic vind ik dit jurkje. Ook als je iets speciaals hebt of zo dat je deze aandoet. Dit is altijd goed voor een basic jurkje. Deze heb ik in een maatje XS. Dus 34. En in de kleur zwart natuurlijk. Dus dit jurkje. Deze is ook zo geweldig. Opa, is het spijkerjasje van Kim Veenstra collectie. En ik heb hem extra groot gekocht, want ik heb het met spijkerjasjes gewoon liever dat het te groot is dan te klein. Maar wat hier zo leuk aan is, is de achterkant. Kijk nou, met die franjes. Ik hou van franjes, ik heb ook al een paar jasjes van. Deze heb ik in een maatje 38, dat is dus eigenlijk 2 maten groter dan wat ik normaal heb bij Naked. Want normaal heb ik 36, maar zoals ik al zei, Naked valt groot. Dus een maatje 38, maar dat vind ik ook weer leuk als je een beetje open doet zo over je schouder. Dus ja, dit is ook een heel mooi lichtkleurig, lichtblauwkleurig jasje. Verder met zilveren details. Ik heb gehoord dat die lijn sowieso al vet klein valt, die van Kim Veenstra. Dus dan zit ik met een 38 waarschijnlijk op een 36, dus dat moet goed zijn. Nou ja, en die franjes zijn natuurlijk geweldig. Hij ruikt wel een beetje naar chloor of zo. Klein beetje, maar een keer wassen en dat is denk ik ook wel weg. Wow, dan heb ik weer wat wit. Oh my god, Floor. Oh ja. Dit is iets wat ik echt wil proberen. Ik weet niet of het mij staat, maar ik vind het wel echt fabulous als je gewoon bruin bent. Dit is een mega lange jurk, let op. Kijk nou, ik sta nu op mijn kruk. Hij is echt mega lang. Zal ik hem passen? Ja, ik pas hem wel, denk ik. Goed, dit is dus een witte jurk. Dit moet je echt strijken, want dit gaat heel erg kreukelen. Hij is ook best wel zwaar. Dus dat is op zich wel goed qua kwaliteit. Heb ik niet gefilmd? Ik meen je niet. Oké, de camera stopt er ineens mee. Geen idee, maar volgens mij hebben jullie dit witte jurkje nog gewoon gezien. Dus we gaan door. Oh, wat kijk. Nou, ik zit helemaal vast. Hij is echt veel... Hij is echt veel te strak voor mij. Hier zo bij de schouders.
had toch een 36 moeten. Maar oh, kijk nou, wat zie ik eruit. Dit had zo leuk kunnen zijn. Zou ik gewoon doorduwen? Oh nee, wat doe ik? Oh nee, ik krijg hem echt nooit meer uit. Helaas. Hoe de fuck ga ik dit uitkrijgen? Was dit wat voor mij geweest anders? Nee, dat denk ik het ook niet. Ja. Oeh, ik heb hem aan. Woe! Goed, de vraag is of we hem nog uitkrijgen, maar dit is hem. Aan de ene kant vind ik het wel heel tof hoor, maar ik vind de onderkant denk ik toch wat te zeemeerminnerig. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Ik vind dit zeg maar zo echt geweldig. Hier ook, super mooi. Maar de onderkant vind ik denk ik toch te zeemeerminnerig. Je snapt vast wel wat ik bedoel. Let me know. Ik weet niet hoe ik het uit ga krijgen, we gaan het zien. Dit topje, en ik zei al, goh, verrassend, weer wit. Dit witte topje, maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ik wou ook zeggen, dit is volgens mij het eerste topje. Ik heb alleen maar jurkjes en jasjes gedaan. Ook leuk, keer wat anders. Goed, dit witte topje, dit is echt zo'n topje wat je nu heel veel ziet met hier. Dat het zeg maar zo in een vierkante vorm zit. Vind ik heel erg leuk. En verder, ja, is die gewoon lekker wat wijder bij de mouwen. Hier kun je hem nog aantrekken. Dus dan krijg je ook een beetje zo'n ballonmouw effect. En hier is die ook weer, hoe noem je dit? Aangetrokken. Dus dat geeft wel echt een mega cute effect. En hij heeft hier nog van die bandjes dat je hem aan de onderkant kan aantrekken en een strikje kan maken. Dus ja, dit stofje. Of dit stofje. Dit topje. Helaas is deze top mij veel te klein zoals je kan zien. Hij staat hier gewoon helemaal bol. En ik krijg hem niet dicht. Dus hij was anders echt te leuk. Ik zou hem in een 36 moeten hebben. Maar helaas is die voor mij echt te klein en te strak. Hier ook. Het komt gewoon niet meer naar onder. Oh my god, hij is leeg. En dan zijn we bij dit laatste item dus. En ik hoop dat ik deze pas. De broeken van Naked vind ik echt top. Die passen perfect. Die zitten mij gewoon heel erg lekker. En ik weet niet. Ik vind die vorm, hoe die zit, gewoon qua model altijd allemaal echt heel erg fijn. Vooral die mom jeans en boyfriend jeans. Want ik hou niet van skinny. Maar ik heb dus nu een vette broek. Een loose fit spijkerbroek. Ik vind de wassing echt geweldig. Echt mega lichtblauw. En dan loopt hij dus ook aan de onderkant wijd uit. Dus deze vind ik echt mega mooi. Hij lijkt ook een beetje op die van Levi's. Dus het is gewoon een wijd uitlopende spijkerbroek. Altijd handig. De achterkant ziet er zo uit. En ik denk dat ik deze ook gewoon moet passen. Ik heb hem in een maatje 36 en broeken heb ik altijd in een maatje 36. Dus deze te gekke spijkerbroek. Super blij mee. Oh, ik vind deze echt amazing. Dan waren dit alweer de items van Naked. Vergeet dus niet mijn kortingscode te gebruiken. Alles staat ook in de beschrijving, want dan krijg je 15% korting. Dan gaan we alweer door naar het laatste webshopje, de website. En dat is de Zara. Mega blij mee. Ik mocht van mezelf dus niks bestellen, omdat ik wist dat ik nog heel veel binnenkreeg. Dit heb ik dus zelf besteld. Maar ik kon het niet laten. We gaan hem openmaken. Ik moest van mezelf wel wat andere dingen dus eerst in mijn kast wegdoen. En dat heb ik ook gedaan. Dus mocht je mij nog niet volgen op United Wardrobe, dat is gewoon Floor Delver. En op Instagram verkoop ik ook vaak het een en ander. Via een closet sale. En dat zijn twee items. Ik heb het nog rustig gehouden. Als allereerst deze item. En hier ben ik heel blij mee, want deze wou ik heel lang. Het is namelijk dit zwarte broekrokje. En die was de hele tijd uitverkocht. En toen kwam die weer en toen dacht ik snel kopen, voor die weer uitverkocht is. Maar ik vind deze echt mega mooi. Ik vind de kwaliteit ook echt top. En hij heeft gewoon zo'n mooie, ja, ruffle aan de onderkant. En dat maakt het gewoon leuk, vind ik. Hij heeft ook een heel mooi centuurtje nog. Dus dit super leuke broekrokje. En deze vind ik echt heel erg leuk met een grote witte trui of zo. Dus deze in het zwart dus. Je hebt hem ook in het rood. 19,95 en heb ik in een maatje S. En hier heb ik de artikelcode, mocht je hem willen opzoeken. Dus deze. Ik ben echt verliefd op het broekrokje. Hij is zo cute gewoon. Hij is zeg maar wel een klein beetje aan de korte kant, moet ik zeggen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het is een broekrokje. En dat broekje zit gewoon top. Dus. En dan als laatste van de Zara dit geweldige witte jurkje. Ik vind deze zo leuk. Ook dus op vakantie. Nou, ik heb echt genoeg kleren voor vakantie. Maar goed, ik koop echt niks meer. Vanaf nu ga ik echt een maand niks kopen. We gaan kijken hoe het dat zich volhoudt. Maar goed, dit superleuke witte jurkje. Ik vind dit gewoon echt te cute.
Hij heeft hier gewoon een korte mouw, maar hij sluit wel weer heel mooi aan bij je mouw. Of bij je arm. En verder loopt hij gewoon vet wijd uit. En ik vind het zo schattig. Dus dit jurkje van de Zara. Deze was best goedkoop. Ja, 30 euro vind ik nog best wel meevallen. In een maatje S weer. Dit is weer de artikelcode. Dus dit schattige Zara jurkje. En nou ben ik helemaal blij. Nou, jullie hebben het al door de video heen kunnen zien of het een beetje goed zat en past. Ik ga het nu snel nog even passen. Ik hoop dat het goed zat. Want ja, oh, ik ben echt overal mega blij mee. Echt, alles is mijn ding. Dus, ik hoop dat het past. Vooral die van Bios Fashion met die L en zo. Dat is nog wel een beetje tricky. Maar goed, zij zal het allemaal wel weten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. De merkjes ook heel erg bedankt voor het opsturen hiervan natuurlijk. Plus, Zara heb ik zelf besteld. De rest heb ik opgestuurd gekregen. En verder word ik hier niet betaald voor. Dus, heel erg bedankt voor het kijken naar de video. Vergeet dus niet de kortingscodes van mij te gebruiken. Alles staat in de beschrijving gelinkt. Met de kortingscodes erbij. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Bye! We'll be right back.